Een van de zaken waar dat eigenlijk mensen ook veel te weinig mee bezig zijn, is de risico's van alcohol. Als wij leren alcohol drinken, als wij jong zijn, dan zijn wij niet bezig van oei, we kunnen daarvan sterven, wat dan een risico is. Maar wij hebben zoiets van, oh, het is leuk, het is plezant. Maar er zijn gigantisch veel risico's verbonden aan alcohol. Ik begin uiteraard met de zwaarste, is de dood. Ieder jaar zijn er miljoenen mensen die sterven van alcohol. Risico's op ongevallen, hè? En specifiek auto-ongevallen bijvoorbeeld. Als mensen gedronken hebben, denken ze minder na. Risico vechten. Veel mensen, als ze beginnen drinken, beginnen ze te vechten. Overspel. Als mensen gedronken hebben, denken ze niet altijd na. Gaan ze soms misschien een keer met iemand anders naar bed. Dus wij denken er vaak niet over na, maar er zijn enorm veel risico's aan verbonden. Wat gebeurt er nog? Ja? Is dat mensen soms zeer emotioneel worden. Ruzies in families. Alcohol zorgt voor gigantisch veel ruzies. Lichamelijk. Mensen krijgen bierbuiken of een lever die kapot gaat. Levertransplantaties, nierfalen. Dus ik vind altijd zo dat als we alcohol geven aan jongeren, dat we eigenlijk op voorhand moeten zijn van kijk, ja, dat is wel de mogelijke gevolgen van als je te veel drinkt. Maar we zijn er eigenlijk veel te weinig mee bezig. En let op, hè. Je zou een ganse lijst kunnen maken. Ik heb veel ruzie gehad met mijn vrienden, met mijn ouders, problemen, relaties die kapot zijn gaan, huwelijken die uit elkaar gaan. Er zijn gigantisch veel gevolgen van alcoholmisbruik.